Hey, ik zit vol stress. Goedemorgen, vandaag zijn we donderdag. Vandaag ben ik thuis, want als mijn contract niet verlengd wordt vandaag, had ik nog een vakantiedag over. Als mijn contract wel verlengd is, dan heb ik een vakantiedag verpest. Ik hoop het tweede eigenlijk. Dan ga ik hier aan de tafel werken aan mijn eigen dingen. Dan ga ik hier werken aan mijn eigen dingen, vlogs en zo. Hey, ik heb net een hoop vlogs bewerkt. Ik ga er nu nog een paar bewerken. En dan heb ik ze hopelijk allemaal bewerkt deze straks. En dat is heel veel bewerkt in één zin, maar het is leuk. En ik ben heel blij met het nieuwe format. Hopelijk jullie ook. En straks ga ik nieuwe format stelletjes aan aankondigen online. Dus dat wordt nog spannend. Nog twee vlogjes editen. Maar mijn schijnruimte zit de hele tijd vol. Dus ik ga ze nu even laten renderen. Dan overzetten naar mijn harde schijf. Dan de bestaande lessen in iMovie en dan kunnen we weer verder doen. Maar misschien is het een idee om eerst eventjes een tussendoortje te doen ofzo. Ik heb toch eerst mijn vlogs bewerkt, dus ze zijn nu allemaal bewerkt. En ik ga even laten weten hoeveel ik er heb gedaan vandaag. Ik heb er vandaag 6 bewerkt deze morgen ofzo. Wat daar redelijk veel is eigenlijk om in één keer te editen. Begin ik met een soort nieuwe uitdaging die ik voor mezelf gesteld heb. Vanavond heb ik trouwens het einde van Zimmera gekeken en de eerste aflevering van Blind Getrouwd. Ik vind het altijd leuk om te kijken naar Blind Getrouwd. Heb ik zo ook wel kunnen missen, denk ik. Vanmorgen heb ik een nieuw kalenderbriefje genomen. Het was vanmorgen deze mevrouw met een poppy op haar gezicht. En nu gaan we die aftrekken. Een blaadje. Oké. Camera staat stabiel. Heel minimalistisch. Het is gewoon een strandlaken. Denk ik. Een bal. Hier ligt er nog iets. Een handdoek misschien. Deze is van Lucille Birba. Dat is nog steeds de Flow kalender. Als ik niet vergis, ga ik hem weer hieronder linken. Ik vind het een fantastisch leuke kalender. Hashtag nonspon. Hey. Ik zit vol stress. En vol zorgen en zo van die dingen. Want normaal heb ik vandaag weten... of ik verlengd werd of niet. Vanaf 3-4 uur daar heel de tijd over gedacht. Toen kreeg ik een sms'je dat er 2 akkoord waren. Maar dat het nog niet vaststaat. Of dat ik verlengd word of niet. En nu weet ik nog steeds niet. Morgen gaat mijn overste, of zal ik het zo zeggen... bel naar de dienstpersoneel en dan weet ik morgen of ik eigenlijk morgen moet gaan werken of al dan niet. Sowieso ga ik iets later gaan werken. Dus ik kan maar om 9 uur bellen en normaal begin ik iets voor 9. Dus we shall see, we shall see. Maar sowieso lig ik daar de hele nacht op van wakker, want ik ben al 4 dagen of zo aan het piekeren daarover. Echt verschrikkelijk.
En ja. Echt stom ook gewoon. Echt zo stom. Maar we gaan even Vikingbloed lezen. Dan misschien social media en dan proberen in slaap te vallen. Zonder al te veel pieken. Ik ben nog altijd bezig met het boek Vikingbloed. Ik vind het soms nog een beetje verwarrend. Maar ik heb wel het gevoel dat alle puzzelstukjes samen zullen komen op het einde. Dus daar wacht ik een beetje op. En nu nog een klein beetje uitrusten. Social media checken en dan ga ik slapen. Allee, dat is toch mijn bedoeling. Hopelijk gaat het een beetje beter lukken dan de vorige nachten. Doei!